We hebben in Nederland weer woningnood. Dat is lang geleden. Hè? Na de oorlog hadden we natuurlijk ook een enorme woningnood. Maar op dit moment hebben we het weer. We hebben een tekort van 330.000 woningen. Er moeten heel veel woningen bijgebouwd worden. Daarvoor hebben we grond nodig. Uiteraard. We hebben heel veel geld nodig. We hebben ook mensen nodig die die woningen gaan bouwen. En uiteraard hebben we een omgevingsvergunning nodig of een bouwvergunning. Zonder bouwvergunning kunnen we niet bouwen. De NEPROM, de belangenclub van de commerciële projectontwikkelaars, die heeft in 2019 een onderzoek gedaan onder haar leden en is gekeken hoe zo'n proces loopt van een bouwvergunningaanvraag. Dus het eerste initiatief voor bouwen, tot dat zeg maar de eerste paal de grond ingaat, hoe lang duurt dat nou? De ontwikkelaars, de commerciële ontwikkelaars geven aan dat dat 8 jaar duurt, gemiddeld. Dus er zijn projecten die korter lopen, maar ook projecten die veel langer lopen voordat die paal de grond ingaat. Als je dan bedenkt dat je 330.000 woningen bij moet bouwen en elk project duurt in zijn voorbereiding 8 jaar, tel daar even 2 jaar gemiddeld bouwproductie bij, dan ben je 10 jaar kwijt voordat je daadwerkelijk de sleutel aan de eerste bewoner kunt geven. Dus als je nu een initiatief neemt op dit moment tot een nieuw plan, een nieuw project, in 2020, dan ben je in 2030, geef je die sleutel aan die bewoner. 10 jaar verder. Zo gaan we dit grote probleem van de woningnood natuurlijk niet oplossen. Dat duurt veel te lang.